De partiële lockdown geldt vanaf vandaag van 10 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Dit is een van de aanpassingen die vicepresident Ashwin Adin gisteren in een toespraak inzake de aanpassing van de COVID-19 maatregelen bekend maakte. Volgens Adin zijn er clusters van besmettingen in beeld gebracht. Hoewel er steeds nieuwe clusters erbij komen, is een aantal toch aan het verdwijnen. Dit benadrukt hij. Paramaribo stond voor de afgelopen 2 weken namelijk bekend als een hot zone, maar is nu aan het afkoelen. Desondanks is de COVID-situatie onder controle en zijn de maatregelen op basis van de adviezen van medici aangepast, aldus de vicepresident. Religieuze groeperingen, de horecasector, sportscholen en casino's, die in overleg met het Nationaal COVID-19 Management Team de benodigde voorzorgsmaatregelen hebben getroffen, mogen weer mensen toelaten in hun bedrijf en of gebedshuis. De 1,5 meter afstand houden, het handen wassen en het dragen van mond- en neusbescherming blijft hierbij van kracht. Aanpassing 2. Contactberoepen zoals kapsalons, barbershops, fysiotherapie kunnen weer openen mits zij de gestelde maatregelen van het Nationaal COVID-19 Management Team opvolgen. Aanpassing 3. De partiële lockdown zal nu gelden van 10 uur 's avonds tot en met 5 uur in de ochtend. Aanpassing 4. Vanaf maandag 6 juli zullen de scholen weer onderwijs aanbieden aan de examenklassen op alle niveaus. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal hiertoe alle aanwijzingen blijven communiceren. Aanpassing 5. Het openbaar vervoer mag hun diensten hervatten onder uitvoering van de protocollen die ontwikkeld zijn om gezondheidsveiligheid voor het reizend publiek te garanderen. Adin wees er nadrukkelijk op dat met de versoepeling van de maatregelen het gezamenlijk doel niet is veranderd. De focus blijft volgens hem op het waarborgen van de algemene gezondheid. De samenscholing blijft ongewijzigd op 5 personen. Wat betreft de grote ruimtes zal een nadere toelichting volgen bij de eerstvolgende persconferentie van het COVID-19 Management Team. Contactsporten zoals voetbal, basketbal en gevechtssporten zijn niet toegestaan. Ook discotheken, nightclubs, dansings en bordelen blijven gesloten. Vicepresident Ashwin Adin, die gisteravond de aanpassingen van de lockdown heeft bekendgemaakt. Volgens de VP bevinden wij ons in een transitiefase waarbij er stapsgewijs aanpassingen doorgevoerd zullen worden.